Ga jij spelen tegen PSV? Geen flauw idee, moet je aan de trainer vragen. Je zit wel dicht bij een basisplaats, hè, de laatste weken. Ja, de laatste weken maak ik steeds meer minuten, dat klopt. Je mocht vorige keer spelen omdat Schaken er niet was, was ziek. Ik had zelf een beetje het gevoel dat jij, ook als hij er wel zou zijn, dicht tegen een basisplaats aan zou zitten, omdat je steeds meer met hem gaat concurreren. Ja, ik denk wel dat het gewoon een echte concurrentiestrijd is, ja. Maar ik weet niet of ik zal spelen, dat weet ik niet. Je komt uit de Jupiler League, je hebt nu je eerste seizoen Eredivisie. Heb je het idee dat je er nu echt helemaal klaar voor bent? Dat je die stap hebt kunnen maken de afgelopen weken, zeker maanden? Ik denk inderdaad dat ik er wel klaar voor ben. Ik moet alleen aan mijn conditie werken. Want 60 of 70 minuten zak ik een beetje terug. Dus daar moet ik aan werken, dat ik gewoon 90 minuten vol kan maken. Is dat het verschil tussen de Jupiler League en de Eredivisie? Nou, dat weet ik niet. Het is allebei zwaar, dus het is anders. Dat wel is anders. Hoe anders? Kan je dat uitleggen? Ja, in de Jupiler League speelde ik elke week. Dus dan is mijn conditie ook wat sterker, denk ik. Nu moet ik steeds invallen, basis. Dus ik denk dat het aan dat ligt. Jij bent wel de eerste invaller als het gaat om de aanvallers. Dat klopt, ja. Dat is niet gek, toch? Ja, is beter dan hele wedstrijd banken, ja, klopt. Maar heb je het idee dat je ook steeds dichterbij komt bij zo'n basisplaats? Want daarvoor ben je daarna gekomen, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat merk ik. Vorige week stond ik basis. Daarvoor viel ik tweede helft in. Dus ja, ik merk het zeker, ja. Wat maakt de Eredivisie zwaarder en moeilijker qua verdedigers dan de Jupiler League? Is dat echt harder, scherper, alerter? Ja, het is meer alert. Het is gewoon meer kwaliteitsverschil. Nu speel je tegen PSV. De laatste drie wedstrijden geen tegengoal. Succes als aanvaller. Ja, ik heb er zin in. Is het lastig, PSV? Ik heb nog nooit tegen PSV gespeeld, dus ik weet het niet. Je hebt toch in de eerste wedstrijd 5 minuten gespeeld? Ja, 5 minuten. 5 minuten, dat tel ik niet, hoor. Is het raar voor jou dat je uit de Jupiler League komt, dat je afgelopen week naar de Champions League kijkt en dat je daar spelers ziet waar je dan zelf dat weekend tegen moet spelen? Ik vind het niet raar, ik vind het alleen maar mooi. Ik ben nu juist getergd en gebrand om tegen PSV te spelen. Ik heb er echt zin in. Wat voor indruk maakt het dus op jou? PSV? Ja, is een goed team. Veel kwaliteit. Zelfs met 10 man, hè? Ja, dat klopt. Veel kwaliteit. Waar liggen er kansen voor jullie? In de counter. Achter de laatste linie, denk ik. Nou, met name jongens die heel veel snelheid hebben. Precies. Bij wie kom je dan uit? Ja, weet ik niet. Als ik de trainer was, zou ik jongens met veel snelheid opstellen, dat klopt. En dat zijn? Schaken, Marengo, Duplein. Toch Marengo, hè? Ja, toch Marengo.